Niet zomaar iemand vandaag. We hebben contact met Willem Holman. Dan zijn we met Marcel Beer. Het duo Nooit Van Hurt. De mannen hebben een tweetal nummers gecoverd van een Belgische trio. Catastrofe, wereldberoemd en berucht, mag je wel zeggen. Zeker bij onze zuidenburen. En dit resulteerde onder andere in een spetterend optreden in een van de beroemdste cafés van Antwerpen. Café Den Engel op de Grote Markt. Nou, en de mannen kennende moet dat weer een geweldig feest geweest zijn. Het was zo groot dat er zelfs foto's van verschenen in de Gazette van Antwerpen. Willem Holman, goedemiddag. Goedemiddag, meneer Sjoerd. Wat had het allemaal mooi zeg, man. Dat had ik niet beter kunnen zeggen. Klopt het ook allemaal, Willem? Ja, precies. Je hebt alles goed gezegd. Zelfs de Grote Markt. Hoe zijn jullie in België terechtgekomen? Nou, ik heb een paar jaar in België gewoond. Van een jaar of zo terug. 6, 5. En dan hoorde je Catastrofe regelmatig op de radio. En ook in diverse cafés natuurlijk. En toen hoorde ik dat ene nummer van de wereld gaat naar zo'n grootje. Ja. Nou, dat hoorde ik zo vaak. En ik dacht, hé, dat zou ik nog wel eens een keer willen doen. En toen hebben we dan, hebben we dan een ander arrangement op laten maken door Jaap Huisman. Van onze vaste studio. En een beetje vrolijker en zo, vrolijk arrangement. En toen heb ik ook de jongens gevraagd van Catastrofe, van vinden jullie dat erg dat we dat gaan doen? Nou, toen kreeg ik een hartstikke mooie e-mail terug van, wij zouden zeer vereerd zijn als u dat deed. Nou, toen was dat klaar. Toen heb ik dat ook op internet gezet. En op Facebook, ja, dus in België is dat heel populair. Hier is meer hype. En toen kreeg ik op Facebook ook een reactie van Catastrofe van, god, wat geweldig en leuk. En kunnen we daar niet eens een keer samen wat mee doen? Nou, zo is het eigenlijk ontstaan dat we voor een paar weken terug gezamenlijk in die grote crew hebben gezeten. Dat was geweldig, dat was mooi happening. Maar misschien praat ik nou te veel. Nee, want dat is goed, want je hebt een mooie inleiding gemaakt tot het nummer. Want jullie hebben ook de tekst iets wat aangepast, hè? De wereld gaat naar de klote. Ja, het was ook naar de klote, maar ik denk, ja, ik moet wel een beetje netjes blijven natuurlijk. Hè? Als ik er allemaal maar zeg, dan druk je er al piepjes op. Ja. Als je niet van was. Om een beetje een idee te krijgen van hoe feestelijk het klinkt met trio Catastrofe en met de heren van Nooit van Hurt, hè? Waarom zou ik stoppen met roken? Ik let ook niet meer op mijn lijn. Steeds meer wordt er over gesproken. Dat we straks toch om zeep zullen zijn. Waarom zou ik stoppen met drinken? De drank die verlicht mijn verstand. Catastrofe. En begint het vandaag al te stinken. Dan sterf ik met glas in mijn hand. Ja, ja dat levert inspiratie op, dat is duidelijk. We zijn wel een beetje berucht groepje toch wel in België. Een heel aparte band. Ja, een beetje jullie voorbeeld geworden nu. Nou ja, wij waren ook wel een beetje een aparte band. En wij hebben onze muziek zelf een beetje aangepast. We doen het meer met tweede stem, net als Nigger Simon en zo was. Ja, wel een andere stijl muziek. Maar Sjoerd, je hebt ook wel eens wat vage plaatjes van ons gehoord. Dit is weer een beetje een andere stijl. Dan ja, maar dit is wel heel gezellig natuurlijk. Ik kan me er alles bij voorstellen. Maar even voor dat optreden, wat jullie dan uiteindelijk hadden in een wereldberoemd café. Iedereen moet daar ooit een keer geweest zijn in Antwerpen. Den Engel op de Grote Markt. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen om daar te mogen optreden? Nou, dat heeft Catastrofe eigenlijk versierd. En toen we daar s'avonds waren, ik heb inmiddels al e-mailcontact met de bazin van Den Engel. Ach, dat is wel een leuk mens. Ik zeg, heb nu al verkering? Ja, ze hadden al verkering. Nou ja, dus daar moeten we het nog over hebben. Maar dus, dat gaat hartstikke, dat is Catastrofe geregeld. Want die treedt daar morgenavond op. Ja. En jullie hadden ook gelijk geregeld dat de Belgische pers erbij aanwezig was, hè? Dat heeft Catastrofe eigenlijk ook min of meer geregeld. En ik heb in Nederland heb ik een hele hoop uitgezet. Maar ja, daar gaat natuurlijk weinig. We gaan naar Antwerpen toe om daarin te kijken. Ja, en dan sta je de volgende dag op de voorpagina van de Gazette van Antwerpen. Ja, dat is helemaal. Wat heeft dat voor jullie naamsbekendheid in België betekend, Willem? Worden jullie nu daar gevraagd de komende tijd? Nee, maar ik krijg wel via Facebook krijg ik wat te horen van mensen die willen allemaal dat singeltje graag hebben. Dus ik moet binnenkort eens een keer naar Antwerpen met een doos van die cd's. Om die cd's daar een beetje aan die mensen uit te delen. Jongen. Ja. En jullie hebben daar zo druk? Ah, dat valt wel mee. We hebben allebei een baan natuurlijk. En we doen het allemaal een beetje voor de gein erbij. We zijn dan weer, binnenkort gaan we de nieuwe TT-plaats van 2011 alweer opnemen. Oh? Ja. Dit is een groot creatief proces bij jullie. Hoeveel nummers hebben jullie inmiddels samen nu gemaakt? Want de teller staat volgens mij al over de 30. Ja, 31 zit. 31, ja. Officieel stemra geregistreerde nummers hebben we nou uitgegeven. Ja. En er komen binnenkort weer een stuk of 4, 5 aan.
Jongen. Nou, we gaan er veel van horen natuurlijk de komende tijd. Jullie lijken wel de Beatles of de Rolling Stones. Die maakt ook zoveel nummers in zo'n korte tijd, hè? Ja, man. En ja. We gaan gewoon door dat Radio Drenthe ons iedere keer CD van de Wink maken en zo. Dan willen we gewoon een keer 10 weken achter elkaar volhouden. Nou, dat komt er altijd goed, zou ik zeggen. Nou, vind de nobelste reden, Willem. Ja. Maar we bellen jou eigenlijk voor die eerste plaat. En dat is ook alweer een verhaal op zich. Want jij presteerde het om als Beatles-fan een nummer van de Rolling Stones aan te vragen als eerste single. Hoe kan dat nou? Nou, ik kreeg er alweer jaren geleden. Dat was in 1965. Toen kreeg ik ook zo'n klein hutkoffertje met zo'n luidsprekertje in het deksel. Ja. Dat ken je misschien nog wel, want jij bent ook een beetje van die leeftijd, dat is een beetje jonger. Dan hadden we zo'n klein grammofoon dingetje. Nou, en toen kreeg ik patiënten van mijn opa en oma. En toen ben ik geliep naar de platenwinkel. En toen wist ik het niet. Ik denk, wat moet ik nou kopen? I can get no satisfaction. En toen zag ik ook een nummer van de Beatles van Rock and Roll Music. Ik schrok er al van dat alweer zo oud is, die muziek. Dat is alweer 45 jaar oud, die muziek. Ja. Dat is toch onvoorstelbaar als je goed bekies. Het leven is keuzes maken. Ja, die heb ik zo'n geliefd kracht en die draaide ik ook om en op. Nou, en ik ben nog altijd wel een beetje een fan van allebei. Ja. Ja, dat kan wel. Maar het gaat niet zo ver dat je van zo'n nummer dan bijvoorbeeld een eigen versie gaat maken. Dus je van, nou, daar kunnen we nog een keer een mooie Drentse tekst op maken of zo. Nee, dat niet. Nee. Wij hebben van die 31 nummers binnen 27 van onszelf en 4 covers. Dus nee, het maakt al niet zo vaak. Nee. Nou, covers, hij draaide het op de cover, want zo was het dus wel, met die luidspreker erop. Op de cover. Ja, de eerste single van Willem Homan. We gaan weer veel van jullie horen de komende tijd, dat weet ik zeker, Willem. Nou, bedankt, Sjoerd, voor de aandacht. Ja, en als de nieuwe nummers klaar zijn, we horen het graag van je. Yo! Nooit van het. Doei! Willem Holman was dat. En hier is zijn eerste single, The Stones.